Het echtpaar Haaksema Bransma zijn 24 februari 65 jaar getrouwd. Genoeg reden voor burgemeester Jan van Dam om op bezoek te gaan. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Op een feestje in Leens, Groningen. En hoe oud waren jullie toen? Mijn man 19 en ik 18. En dat was meteen liefde op het eerste gezicht? Ja, ergens wel. Ja. Waarom vindt u het belangrijk om op bezoek te gaan bij mensen die zo lang getrouwd zijn? Nou, omdat het een ontzettende prestatie is om zo lang getrouwd te zijn. Ja. Heel veel zeggen, het gaat vanzelf. En ja, het is ook, mensen vinden het ook leuk. Ik vind het ook belangrijk. Ja. En dat zijn er natuurlijk toch niet zo heel veel die op deze leeftijd nog met elkaar samen zijn. Dus goed om aandacht aan te besteden. Nee, u zegt het zelf al, het is niet zo heel veel. Komt het vaker voor dat mensen zo lang getrouwd zijn? Nou, 60 jaar natuurlijk wel wat vaker. 65 jaar komt ook wel voor. We worden natuurlijk ouder met z'n allen. Dus het zal in de toekomst ook wel wat vaker voorkomen. Alhoewel, nu zie je vaak dat mensen ook scheiden. Dus het scheidingspercentage was vroeger natuurlijk ook anders. Wanneer zijn jullie getrouwd? 24 februari 1955. Wat is nou het geheim van zo'n lang huwelijk? Geven en nemen. Geven en nemen? Ja. En dat doen jullie nog steeds? Dat doen we nog steeds.